NOS, het journaal. Dames en heren, goedemiddag. Johan Stekelenburg wordt vrijwel zeker de nieuwe burgemeester van Tilburg. Vandaag neemt het kabinet een besluit over de vraag wie de opvolger wordt van scheidend burgemeester Broks. Naar verluidt kiest het kabinet voor aftredend FNV-voorzitter Johan Stekelenburg en niet voor het CDA-kamerlid Yvonne van Rooij. Daarmee verliest het CDA opnieuw een belangrijke burgemeesterspost in het zuiden van het land. Piramidespelen, ze mogen nog wel, maar aspirantdeelnemers moeten 8 dagen bedenktijd krijgen. Dat is de conclusie van de rechtbank in Groningen in een kort geding aangespannen door gedupeerden tegen de organisatoren van piramidespelen. De president van de rechtbank vindt dat de organisatoren niet goed duidelijk maken wat de bedoeling is van het piramidespel. Bovendien krijgen de deelnemers niet genoeg bedenktijd. In de toekomst moeten de organisatoren de spelers er expliciet en schriftelijk op wijzen dat ze de overeenkomst binnen 8 dagen kunnen ontbinden. De rechter heeft ook bepaald dat de gedupeerden hun inleggeld, 5000 gulden, niet terugkrijgen. Ze gaan daarover verder procederen. In Nederland gaat naar schatting 400 miljoen gulden om in piramidespelen. Het kabinet wil ze gaan verbieden. In Peru zijn de slachtoffers begraven van de bevrijdingsactie van de 72 gijzelaars in de Japanse ambassadeurswoning. Na de vreugde was het gisteren een dag van rouw. De twee soldaten die bij de actie omkwamen kregen een militaire begrafenis in aanwezigheid van president Fujimori, familie, vrienden en honderden collega's. Fujimori noemde de slachtoffers nationale helden. De populariteit van de president is overigens verdubbeld door de actie. Elders werd de enige gijzelaar die is omgekomen begraven. De eredienst voor de rechter die gewond raakte en stierf aan een hartaanval werd gehouden bij het Paleis van Justitie. De lijken van de 14 rebellen zijn overgebracht naar een mortuarium. Niet meer dan een paar lichamen zijn daar afgehaald en in stilte begraven. Gisteren werd al bekend dat enkelen van hen met opzet zijn gedood, ondanks smeekbedes om vergiffenis. Woordvoerders van de rebellen hebben voor de komende dagen wraakacties aangekondigd. Een paar honderd studenten hebben in Amsterdam actie gevoerd uit protest tegen dreigende beperking van de OV-ja-kaart. Op een paar incidenten na is die demonstratie rustig verlopen. De politie greep in toen de studenten de snelweg op wilden gaan. En bij het station Amsterdam-Zuid, WTC, probeerden de actievoerders tevergeefs het spoor te bezetten. De studenten protesteren tegen bezuinigingsplannen van minister Ritsen. Volgens die plannen krijgen studenten die op kamers wonen een overjaarkaart die alleen in het weekend geldig is. De demonstranten eisen handhaving van de bestaande situatie, een OV-kaart voor kamerbewoners voor alle dagen van de week. Met 2 bomexplosies heeft de IRA opnieuw chaos veroorzaakt in het Britse verkeer. De bommen gingen af op snelwegen in de buurt van de stad Birmingham. De politie was even tevoren gewaarschuwd. De snelwegen werden afgesloten en ook de belangrijkste verkeersaders in Birmingham gingen zelf dicht. Het vliegveld, het treinstation en een winkelcentrum werden uit voorzorg ontruimd. De IRA is bezig aan een campagne om in Engeland zoveel mogelijk paniek te veroorzaken en zo de naderende verkiezingen te verstoren. De Belgische politie heeft een arrestatie verricht in de zaak van de seriemoorden. De afgelopen dagen werden diverse vuilniszakken met lichaamsdelen gevonden in Bergen. De verdachte is een man die vaak rondhing op de plaats waar de lichaamsdelen zijn aangetroffen. Er kwam schot in de zaak nadat een van de slachtoffers, een 21-jarige Belgische vrouw, kon worden geïdentificeerd. De man die nu is aangehouden was een bekende van haar. In haar woonplaats Soest is dinsdag op 56-jarige leeftijd de presentatrice Marga van Arnhem overleden. Vanmiddag is ze begraven. Ze had in de publieke omroep een imposante loopbaan achter zich bij radio en televisie. Marga van Arnhem begon haar carrière in de jaren 60 als omroepster bij de Avro Radio. Daarna stapte ze over naar het NOS-journaal als verslaggever en nieuwslezer. Ze presenteerde vervolgens onder meer Studio Sport. Vanaf 1980 ging ze weer voor de radio werken, zoals voor NCRV's Hier en Nu en Avro's Radiojournaal. De laatste jaren presenteerde Marga van Arnhem het Radio 1-journaal van de NOS. Zojuist werd bekend dat Johan Stekelenburg officieel is benoemd als burgemeester van Tilburg. Het weer, het KNMI verwacht vooral in het midden en zuiden van het land nu en dan regen. Morgenmiddag wordt het droog bij een maximumtemperatuur van ongeveer 13 graden. Het volgende journaal om 6 uur, ook op dit net. Goedemiddag.
In Twee Vandaag onder meer deze onderwerpen. Stekelenburg, nieuwe burgemeester van Tilburg.